Goedenavond, ik ben hier dus nu een curry aan het maken. En ik wou eventjes zeggen, vegetarische slager, I love you. Nee, maar echt serieus, ik heb hier, dat zijn hier de vegetarische kipstukjes en ik heb ze al eens gegeten. En ik droom ervan, echt, ze zijn zo lekker. Mijn vriend zegt ook, de textuur, ik denk nu niet dat het naar kip smaakt, ik weet het niet, ik heb al van mijn 8 jaar geen kip meer gegeten. Maar serieus, even een shout-out. Ik was dat serieus, mijn vriend zegt dat mijn vlees eten niet merkt dat het geen vlees is. Dus, thumbs up voor vegetarische slager. Echt, die dit nooit zullen zien, maar whatever. Het gaat dus over de volgende. Ik ga het eens even zeggen. Het zijn deze kipstukjes. Ze zijn vegan ook nog eens. Oh, allee. Beter kunnen niet hebben gewoon. Dus laten we zien hoe ze eruit zien. Deze curry heb ik gemaakt en dan met mie. En dan ga ik er nog wat avocado op doen. Ja, ik ga dat dus nu op een bord kappen. Mooi is dat eruit ook. En lekker. En zonder dierlijke stoffen. Dus zonder dat er iemand het heeft zien, kun je zo lekker eten. Echt waar, mensen weten dat niet. Mensen denken dat je alleen maar salaat kunt eten. Iedereen eet wat hij wil, hè? Ik vind ook dat meer mensen dit moeten weten. Wie veganistisch eten hoeft echt geen salaat te zijn. It can be damn good. Dat wou ik even zeggen. Een boodschap van algemeen nut. Oké, doei. Ja. Curry goals. Pas even dan. Er is nooit iets leuk op tv als je zult eten, hè. Als je alleen eet, vind ik zo saai. Dan wil ik echt iets kijken. Wat anders dan zo saai, ik weet. Er is 1000 zonnen en garnalen of granaten. Ze biedt is thuis. Oh. Ah, tegen dan is het eten op, hè. Kunnen ze niet voortdoen met dat thuis? Ja, die stoel en die stoel van 1000 dinges, die staat ook nooit ergens waar wij wonen, hè. Ik kan nooit een reis vinden. Hè. Als je nooit, nee, ik woon in Antwerpen, dan is het nooit in de stad Antwerpen. Hè. Ik vind dat wel spijtig. Ja. Oké, ik ga stoppen met zagen. En kijken naar mensen die een reis gewonnen hebben. Oké, het is hier een receptendag of zo. Nee, maar ik ben al heel lang benieuwd naar zo'n nice cream. Dat is dus eigenlijk... Dat bestaat uit bananen die je in een diepvriezer doet. En dan blind. Dan wordt dat blijkbaar ijs. En je kunt er dan ook een beetje cacao bij doen. Wat ga ik nu doen? Cacao. En dan zullen we zien wat er gebeurt. Hè. Maar ik heb een beetje schrik, want die zijn heel hard. En ik heb nogal een goede koop, een blender. Dus ik hoop dat hem niet zijn laatste adem gaat uitblazen, sweet. En dan wil ik eens kijken of dat er... dat ik hier sweet lekker ijs kan eten, hè. To be continued. Dus even een update. Een zware mislukking update. Het werkt dus niet. Het is de... Ja, mijn blender kan het niet aan. Ik denk dus dat de ijs... Dat het te koud is. Ik kan even wachten tot het een beetje ontdooit. En dan ga ik je gaan zien dat het dan wel werkt. Stop in mijn haar te komen. En ja, dus maar ja, we zullen zien. Curry droog represent. Ja. Ik hoop dat het lukt. Dus hoe lang zal ik wachten? Misschien 5 minuutjes of zo. En ik zie hem blauw. Ik ben blauw nu. Ik weet niet waarom. 10 minuutjes en dan kom ik terug naar daar. Zo, een update over het ijs. Ik ben hier weer zwaar aan het mislukken. Want kijk,
hier. Maar het ziet er nou lekker uit. Maar ja, mijn ding is helemaal overstand. Maar dus hier, ik heb er kijkje bij gedaan, maar dit kan toch niet normaal zijn. Oké, de update is. Het is. Het is echt super, super lekker. Ik denk dat ik nog wat hazelstrontjes. Strontjes, ging ik daarbij zeggen. Chocoladestrontjes. Muisjes, hagelslag. Een aanrader, wie gezond ijs wil eten. Bananen mixen. In een diepvries leggen. En ze dan in een blender doen. Maar laat ze wel genoeg bevriezen. Alleen, ik bedoel, ontdooien. Nou, een beetje. Niet dat ze ontdooid zijn volledig. Maar gewoon dat ze niet steenhard zijn. Wat dat wel logisch is. Maar ja, anders gaat je blender dan niet. Tenzij dat je van die een heel dure hebt. Dat heb ik dus niet. Dus voilà. Smakelijk. Dus mei, dat gaan we niet verslagen worden. Bananen inslagen ga ik doen. Ik ga morgen naar de winkel en ik koop 20.000 bananen. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 10 juni en ik doe vandaag mee met de show van de Antwerpse Mode Academie. Ik ga het nog even laten zien wat ik aan heb, super gemakkelijk. Alleen een comfortabele outfit omdat ik daar ja, van 2 tot 12 uur s'nachts zou zijn. Dus dan dacht ik van, en die kleren zullen allemaal wel heel ongemakkelijk zijn en soms pijnlijk uit vorige ervaringen, dus ik dacht ik doe het gemakkelijkste. Broek aan dat ik heb. Gewoon een t-shirtje, een krap tapje. Met een mom jeans. Van achter, waarom had ik dat zien? Ik heb geen idee. En dan ga ik gewoon even die ballerina's aan doen. Dat is een leren jasje, nog een visje. Dat is het dan, hè. Voilà, let's go. Geen schaamte, vloggen in het openbaar. Ik kom juist van die show. En ja, ik ben dus op weg naar huis. En ik heb een rode oogschaduw. Ik ga totaal niet op de camera zien, maar wel in het echt. Oké. Vloggen in het openbaar. En hoe dat je zo met rode schmink. Voor qua paaien.